Zijn we er klaar voor? Oké, dan gaan we prokkelen vanmiddag. Hartstikke mooi dat jullie er allemaal zijn. Er is van alles te doen vanmiddag. We gaan vanmiddag muziek maken, we gaan zingen, we gaan buiten sporten, we gaan schilderen. Er wordt gejudo'd, gehockeyd, hardlopen. Je kunt het zo gek niet verzinnen. En we gaan poffertjes bakken. Nee, jongens, denk er goed aan. Voor de mensen die Sebastian nog niet kennen, hij is echt een poëziemachine. Wat ik wel eens doe, ik geef een eerste regel of een paar woorden en dan laat ik hem het gedichtje afmaken. Maar dan denk je, oh, dat hebben jullie geoefend. Dus dan gaan we even bewijzen dat het niet geoefend is. Ik ga zo meteen naar een knap persoon in het publiek. Heeft u nog een mooi woord, mevrouw? Arnie, stel, Arnie zit ergens. Waar zou ze kunnen zitten, Arnie? Arnie zit... Arnie op het strand, dat is een hele mooie. Arnie zat met een walvis op het strand. Maar ondertussen op de rug van een olifant. En die liep over het witgele zonnige strand. Door heel het vlekkeloze land. In de ochtendzon, die kwam erbij. Zeemeerminnetjes werden ook zo blij. Met een lief kusje aan jou en mij. Ja, geweldig, of niet? Ja. Ik krijg er weer kippenvel van, jongen. Ik krijg gewoon kippenvel. Dat bedoel ik nou. Zie je wel? Ongelooflijk. Ja, ik noem het een poëziemachine. Hij gooit hem er gewoon uit. Hey, 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 hey!
Jij loopt er niet bij kant aan. Wat schuift erin? En in! Pak hem af! Ja! Ja,